Vlaardingen, een levendige stad van zo'n 70.000 inwoners aan de oevers van de Nieuwe Waterweg. Een stad met een rijke historie die ver in het verleden teruggaat. Dit zijn de inwoners van nu. Maar hoe leefden de Vlaardingers vroeger? Waar woonden ze? En hoe woonden ze? En wat deden ze? Een klein tipje van de sluier werd opgelicht toen in 2002 op de markt, of liever gezegd onder de markt, een grote begraafplaats uit de 11e eeuw werd gevonden. En die markt is daarom een goed startpunt om zo'n 1000 jaar terug te gaan in de geschiedenis. Laten we beginnen op ons startpunt, de markt. Bij de opgravingen is een klein gedeelte van de begraafplaats die vermoedelijk rond de toenmalige kerk lag, gevonden. Deze werd in het zuiden begrensd door een 2 meter brede greppel. Graven werden aangegeven met een eenvoudig houten kruis of waren zichtbaar door een ophoging. Waar precies deze kerk lag is niet zeker. Onder de huidige kerk, zoals hier op een gravure uit 1743, ligt wel een tufstenen kerk uit de 12e eeuw. Maar zijn voorganger is niet gevonden. Wel zijn tijdens geofysisch onderzoek twee cirkelvormige, mysterieuze structuren onder de kerk gevonden. Mogelijk zijn dat de grachten rond de 11e eeuwse kerk. Op een strategisch ideale plek, niet alleen ten opzichte van de handelsroute van Tiel naar Engeland, maar ook om de eigen nederzetting en de haven te controleren, lag een ander belangrijk bouwwerk. De burcht van graaf Dirk III, die al in allerlei historische bronnen wordt vermeld. De gebruikelijke vorm in die tijd was een aardeheuvel met een brede gracht aan de voet en een houten toren met een palissade eromheen. Dit werd een motte genoemd. In de toren werd niet gewoond, maar men kon er zich wel in terugtrekken als er gevaar dreigde. Zoals in 1018, toen de roemruchte Slag om Vlaardingen werd gestreden, waarbij de Duitse keizer in de blubber in de pan werd gehaald. Onder deze huizen uit 1700 lag de 11e eeuwse haven, iets ten westen van de huidige plek nu. Hier meerden de schepen, ook handelsschepen, aan. Er zijn aanwijzingen dat Vlaardingen onderdeel uitmaakte van een internationaal handelsnetwerk. Zelfs de zogenoemde vikingschepen uit Engeland deden Vlaardingen aan. Voor de handel in de aangevoerde goederen was natuurlijk een markt nodig. Deze lag langs de haven en dat is eeuwenlang zo gebleven, zoals ook te zien is op deze gravure. De goederen werden opgeslagen in de pakhuizen, die langs de kade lagen. Tegenwoordig staan de pakhuizen er nog wel, maar ze hebben een andere bestemming gekregen. Achter deze bebouwing, waar nu de Hoogstraat ligt, lag in de 11e eeuw ook al een weg met aan weerszijden woningen. Deze bestonden uit een skelet van houten palen met daartussen wanden van planken of vlechtwerk die met leem waren besmeerd. De huizen hadden houten of rieten daken met een gat om de rook te laten ontsnappen. Alles gebeurde in één ruimte. Werken, koken, eten en slapen. Hoe zag de omgeving van Vlaardingen eruit? Op deze plek, het
Het Liesveldviaduct met zijn imposante woontoren lag in de 11e eeuw het grafelijk hof van Dirk III. Bij opgravingen werd een langwerpig opgehoogd terrein met een gracht eromheen gevonden. Vermoedelijk bestond dit grafelijk hof uit een residentie, een bootvormige boerderij met een stal, een smidse, en natuurlijk een kapel. In het oosten van het toenmalige Vlaardingen begon de wildernis met het Merwedewoud. Aan de rand van dit woud lagen geïsoleerde, bootvormige ontginningsboerderijen. En zo gaan we van de 11e eeuw, via de Hoogstraat uit 1743, terug naar het Vlaardingen van nu.